We houden twee zetels. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben toch teleurgesteld. Want wij hadden op 3 zetels gerekend. En ja, dan... Ja. Maar ik weet niet hoor. Ik weet niet hoor, teleurgesteld. Als ik naar die peilingen kijk, dan mogen jullie in je handjes knijpen. Nou ja, wij hadden meer verwacht. Ik had meer verwacht. Ja, waarom ben jij niet lijsttrekker geworden voor de Europese verkiezingen? Inderdaad, ja. Nou, ja. Dat ideale, dan had je veel beter gescoord. Ja. Ik heb een klein kind. Ik breng mijn zoon iedere dag naar school. Dat is voor mij een persoonlijke reden om dat niet te doen. Over 5 jaar misschien wel. Maar mijn zoon... Maar even nu achteraf. Want er werd destijds heel veel gespeculeerd. En iedereen dacht dat u het ook zou gaan doen. Heeft u het echt helemaal niet overwogen? Of heeft het wel in de gedachten gespeeld? Ik heb het wel overwogen. Laten we hier nou even een nieuwtje maken voor de camera. Eigenlijk wilde u het ook doen, hè? Klopt. Ik heb dat nog nooit gezegd voor de camera. Maar ja? Dat klopt. Eigenlijk wilde ik het doen. Nieuws heeft nieuws. Nou, over 5 jaar. Over 5 jaar Harry van Bommel. Stop die pers. Nou, wat mij betreft. En dan gaan we ook echt dingen veranderen. En dan gaan we ook echt een campagne voeren. Waar uw oren van gaan klapperen. En dat zijn flinke oren en die gaan flink klapperen. En het fractievoorzitterschap dan? Want we gaan nu even door. Geen belangstelling. Ik ben een man van de inhoud. Fractievoorzitterschap betekent management. Ik wil graag... Kortom, ik hoor hier achter de kant, is die van de inhoud. We hebben weer een nieuwtje, mensen. U mag het uitleggen zoals u wil. Toch? Boris of niet? Ja, mijn oren klapperen eigenlijk. Ja, het bier valt hier ook naar beneden. Dat zijn ook flinke oren. Ja. Sluit je 100% uit dat je binnen 5 jaar fractievoorzitter wordt van de SP? Geachte heer van het gesprek... ik sluit helemaal niks uit. Kijk, weer een nieuwtje. Ik sluit niet uit dat ik binnen vijf jaar fractievoorzitter ben van de SP. Max van Wezel. Even erbij. Hij sluit het lijsttrekkerschap, sluit hij ook niet uit. Hier, net, zei hij. In de Tweede Kamer dan? Maar dat doet Agnes Kant nu. Precies, ja. Over hoeveel jaar is dat dan? Nou ja, over 2 jaar zijn de verkiezingen uiterlijk. 2011. Voorlopig hebben wij een uitstekende fractievoorzitter, Agnes Kant. Maar ja, je weet nooit hoe dingen gaan. Dus ik wil helemaal niks uitsluiten. Ik vind 1 woord op u niet van toepassing hebben is bescheidenheid. Dat is niet op u van toepassing. Ik moet dat volmondig bevestigen. Desondanks zeg ik dat alles wat ik hiervoor gezegd heb waar is. En dat alles wat ik hierna ga zeggen ook waar is.